Tot 20 jaar geleden was de Drie Zustersteden een sterk bezette koers voor profs. Ex-wereldkampioenen zoals Rick van Looy en Jean Stablinski sieren het palmarès. Anno 2011 maken de renners een hele grote lus via Vlaams-Brabant. We zijn Aalst voorbij als er wat beweging komt in het peloton. Een groep vluchters pakt 17 seconden. Dat is een begin, maar het peloton laat niet begaan. Het is dan heel lang windstil. Gelukkig zijn er nog zekerheden in het leven. De treinen blijven rijden. In Buggenhout staat het peloton voor een gesloten overweg en zo gebeurt er nog eens iets. De eerste 120 kilometer zijn een maat voor niets. Bij het aansnijden van de vier plaatselijke ronden breekt de koers pas open. 16 renners verklaren dan de oorlog. Het nummer 6 is dat van Kurt Gijssen. De Molenaar werd eind april in Hulshout provinciaal kampioen op de weg. We herkennen ook Bjorn Meersmans uit Bornem met het nummer 7. Hij rijdt door zijn eigen Klein-Brabant. De maximale voorsprong van de vluchters is 37 seconden. In het peloton blijven weinig ploegen over om de achtervolging te organiseren. Ze knabbelen nog wat af van hun achterstand, maar de 16 voorin houden stand. Uit de kopgroep geraakt niemand nog weg. We krijgen dus een spurt en het is Timothy Stevens helemaal in het midden die zichzelf makkelijk opvolgt. Kurt Diels en Dries van Hevel zijn 2 en 3. De sprint wordt perfect gepiloteerd door mijn ploegmaat Kurt Gijssen. Die zet me echt magnifiek af en kan het niet beter wensen. Dus in ieder geval heel veel merci voor Kurt, maar je kan het hier afmaken en dat is gewoon prachtig.